Goedemorgen. Het is vrijdag 29 april en we staan bij het station bij Utendorf. En niet zomaar, omdat hier een hele mooie oude stoomlocomotief staat. Dat is niet te zeggen wanneer die vertrekt, dat gaan wij zeker wel doen, richting de gletsjer. Dat is niet de gletsjer die hier recht voor me ligt. Dat is volgens mij de Waaizee. Wij gaan weer naar de Kitzsteinhorn. En we zijn weer boven bij het Alpine Center. En wat een plaatje. Wat ziet het er hier weer vandaag fantastisch uit. En we zijn weer bij de Gletscher Mauer Lift. Op 2900 meter. En we hebben al aardig wat kilometers gemaakt. Maar overal ligt nog steeds poeder. Geen ijs te bespeuren. Dat is de top van de Kitzsteinhorn. En dan gaan we straks eventjes kijken. Maar eerst zit ik hier nog op een geweldige piste. Helemaal aan de buitenkant. En wat een uitzicht. Ja, het ziet er allemaal anders uit als de zon schijnt. En dat doet het zeker hier. Je ziet ook die drukte. Ja, het is bijna weekend. Een heleboel mensen natuurlijk weer een dagje vrijgenomen. En ik geef ze geen ongelijk. En hier staan wij dan op het dak van het Salzburgerland, zoals ze dat hier noemen. Met echt vandaag een geweldig uitzicht. De wolken in het zuiden in Italië, die worden tegengehouden door de Hohe Tauern. Hier nog heb je een uitzicht op het skigebied van de Kitzsteinhorn. En ook aan deze kant van het uitzichtplatform heb je een schitterend uitzicht. Natuurlijk op het meer van Schellemannzee wat daar ligt. En we staan weer aan het einde van de shuttle. Waarmee je weer het skigebied ingaat. Nou, de meeste mensen die gaan hier door de tunnel heen. Maar natuurlijk kan je ook gewoon hier onder wat touwtjes door. En dan ski je ook gewoon naar beneden. Om ook even te laten zien hoe rustig het op de gletsjer is. De terrassen die zitten aardig vol bij het Alpine Center. Maar kijk, de wachtrijen is hier. Die zijn er gewoon niet. En dat is bij geen enkele lift. Dus het is echt top hier. En daarmee ga ik ook afsluiten voor vandaag. We gaan nog eventjes een drie kwartiertje skiën. We zijn morgen weer terug. En we zeggen maar weer de groeten.